Reclamecreatieven werken vaak tot in de kleine uurtjes met hart en ziel aan eigen projecten, die maar zelden door iemand gezien worden. Daarom haalt Hartvertising Agency Kokoro Amsterdam 8 bijzondere side projects uit de schaduw. Om anderen te inspireren ook hun hart te volgen. Dit is Project Side Project. Mijn side project gaat over de stille getuigen die achterblijven op het moment dat er in Amsterdam een fiets wordt gejat of weggeknipt. Dan blijft er één onderdeel liggen en dat is een stukje fietsslot. Wat ik fascinerend vind aan die stukjes is dat ze in eerste instantie niet opgemerkt worden. Maar als je er goed naar kijkt, dat het eigenlijk hele mooie stukjes zijn. Een verhaal vertellen van klein leed wat dan de gestolen fiets heet. En in het grote verhaal eigenlijk laten zien dat Amsterdam een probleem heeft met de hoeveelheid fietsen die er zijn. Ja, ik heb er inmiddels meer dan 2000 en wat ik heb gedaan is ze gefotografeerd en bijna als een soort vlindercollectie gearchiveerd op kleur en vinddatum en plek. Nou, dit project laat heel duidelijk zien de manier waarop ik kijk, hoe details mij heel erg kunnen fascineren en opvallen. Wat mij als maker drijft, dat is om een onderbelicht verhaal te kunnen vertellen. En dat mensen dan ontdekken dat ze iets toch wel mooi vinden waar ze normaal gesproken helemaal niet naar zouden kijken.